Wilt u nog iets toevoegen? Moet u nog iets van het hart voordat wij afsluiten? Poef, ja. Hoeft niet, ja, maar ja, ik wil u wel de gelegenheid geven. Mevrouw de rechter, ik heb wat op papier gezet voor het geval dat ik vandaag zelf ook nog iets zou mogen zeggen. Jeetje man, neem een slokje. Neemt u een slokje water en dan... Oké. Ik ben gewend om in de spotlight te staan, maar dit is een stoel waar ik nog nooit in op heb gezeten. En waar ik ook nooit op had willen zitten. En omdat ik bang was dat ik vanwege de zenuwen niet meer zou weten wat ik u graag nog zou willen zeggen, heb ik daarom iets kort op papier gezet. Elk verhaal heeft twee kanten. Maar de eenzijdige negatieve media-aandacht die er sinds het artikel in de Telegraaf naar mij uitgaat, is een aanslag op mijn gezin en carrière.